Verkeerseducatie op locatie is een bijzonder verkeersproject dat ontstaan is door samenwerking van het ROVO, adviseur verkeerseducatie Jan Westerik en de leerlingen van het Grijdanuscollege in Zwolle met hun leraar Wim Bolks. De meeste scholen voor het voortgezet onderwijs in Overijssel hebben een verkeerscoördinator. Voor het Grijdanuscollege is dat Wim Bolks. De leerlingen gaan enkele verkeerssituaties van hun schoolhuisroute op video zetten. Daarbij moeten ze de videobeelden analyseren en conclusies trekken. De technische ondersteuning en het opzetten van het draaiboek is door Romke Schieving verzorgd. Er worden 3 groepjes samengesteld, waarna de leerlingen zelf een onderwerp kiezen. De groepjes stellen zich nu voor. We hebben een kruispunt gekozen van de IJsselbrug waar de wegen van Hattem, Wezep en Zalk bij elkaar komen. Nou, we gaan bij station Zwolle gaan we filmen bij de oversteek bij de brug. Nou, ik ga dus het kruispunt bij de Scania doen als je de brug overkomt. Omdat daar heel vaak dat je met een hele grote groep fietst en dat dan vaak fietsjes nog net door het rode licht gaan en zo. Okay. Nou, bij Zwolle Zuid heb je een fietspad. En die krijgt maar voorrang van de auto's, maar die geven dan soms geen voorrang. Daar hebben we het gevaar. Er volgt een uitleg hoe de leerlingen de videocamera's moeten bedienen. Deze camera's zijn beschikbaar gesteld door multimediabedrijf Senna en het regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid in Overijssel, het ROVO. Tot slot spreken de leerlingen zelf hun commentaar in. Laten we gaan kijken wat ze hebben vastgelegd. Ja,